Oké, halve finale, race 2-0-1. Wie zit er allemaal in? Claudio Maier met zijn beetje, Jim Spreker, Jason Noordam, Jurien Leders, Jens van Geffen, Rick Schaker, Adrijns, Desselbloem en Stefano Pereira, Blupes. En wie gaat er als eerste achter de kantine verdwijnen? Als ik het goed is, is dat 16. Mijn ogen mij niet meer drie, dat doen ze nog wel eens, want je wordt ouder. Dat is Jurien Leders, zie ik nu op de kop komen. En de eerste vier mogen door naar de finale. Dus er wordt gereden. Er wordt geknokt voor het bovenste beste. Want als je dan toch al lekker in die kou moet zitten vandaag, dan wil je toch de maximale punten mee naar huis nemen. Nog steeds, nummer 16, Jurien Leenders op de kop. Wie zit erbij? Nummer 96 erachteraan. Claudio Mario Mazzamici op de tweede plek. En op de derde plaats zien we op dit moment voorbij komen, nummer 88. Dat was Rens Dijsselbloem. En op de vierde plek 583 Jason Noordam van de Flying Devils Made. En zoals gezegd, de eerste vier hebben zich zeker gesteld van een plekje in de finale in de open klasse Sauvière. De volgende race is inmiddels van start. 207, open klasse tot 7 jaar. Guus van der Tijden. Dan zien we de volgende race in de kop. 206. Op de kop ligt 22. Erik Peters van Vivek Sweetie. De volgende positie zijn 32. Jimmy Hilton op de derde plek zien we 181. Jeroen Schepers. En wie is er nu? Deze belangrijke plek. Hier gaat er weer. Eerste vier in de finale. De vierde plaats zal opgeëist worden door 397. Dus Ronnie Hartmans van de Wiener. Dan zien we race 207 aan. Op top in 207. Matthew van Dam van het Olympia Mix Team. Met een stuur op nummer 34. Door 2-34 en 2-34 staat voor Kevin Sisson en nu is het 2 en voor 3 en 4 en dit en deze is 34 is tweede plek, Mark Jordan 148 en 2-34. Dus dat was Lars Holleman en Kevin Sisson, als ik het goed heb gezien, dan ook mee richting Nam. Dan zien we race 208 achter de tiende verdwijnen. Wie komt er als eerste tevoorschijn? Wie heeft nog dit meeste power in de lijst? Dat is nummertje 140, Max van Eindhoven, voorop. Gevolgd door 356, standen voor Dave van Nissenhout en Volkel. En op nummer 3 zien we 138, Boy van Axel. En op de vierde plaats, maar zeker niet onbelangrijk, is Rick Pippers van de Leendoor. Deze reis gaat ook weer eerste vier door naar de finale. Dan hebben we een race. Maar dit is de gevinde van de Hassel, die wonen tot ons, Jimmy Hansman, Jan van de Spijker, Wartjan Onnik, Rijnwijkmaat, Max van den Hoven. Inmiddels, achter de kantine verdwenen, wie komt er als eerste weer tevoorschijn? Binnen mijn blik dan. Met de loco uitvoert, dat zou dus wel eens Leroy van Hassel kunnen zijn. En is dat zo? 1, 5, 9, yes, dat was goed getipt. Het is inderdaad Leroy van Hassel op pole position, gevolgd. Op dit moment 104, dat is Geronimo Slots en Jelle van der Spijk op de derde plek. En uiteraard door die vierde plaats, die voor zo belangrijk is op dit moment. Wie gaat dat worden? Wordt dat 5, 3, 4, 9? Ik denk het wel, ja. Als laatste nog dus mee, Krijn Dijkmans op de kop. Wie is in de tweede plek? Dat is op dit moment 17, oftewel Peter Lafleysen. Dan zien we 413 zich aanmelden op de derde plek. Michael van Mol. En de vierde plek, daar wordt nog over gestuurd. Wie gaat dat worden? Wordt dat Maurice Koenstein? 158, gaat in de wandel. Erik van Hemsteen, ze worden verantwoordelijk voor de plekje in de finale. Alle rijders mogen door naar de B-finale, dus eerste vier. Dan nog meer rugbyers. Wie komt er aan? Daar moet geknokt voor in. 382, maar ik moet zeggen, zie ik daar knokken samen met Guido Stokkemans. Op dit moment, maak ik steken voorin. Guido Stokkemans op de tweede plek. Nu sluit daarbij aan voor 3 en 4. Dat is op dit moment de derde plek, zien wij komen 152, dat is Frank Verstegen. En dat hebben we goed gezien en die ligt op pole position. Gevolgd door 23, Ralf van den Broek. Dan zien we 46, ook weer een dame. Dat is Isa van Dinter op de derde plek. En ook nog een dame op de vierde plek, of volgens mij staat Sam van Os. Met haar stuurloos 44. Ja, dus 3 dames op 2, 3 en 4. En 1 heer op 1. Deze vier gaan door naar de finale. Race 223 in de bal. Wie komt er als eerste? Mag ik een gokje wagen? 13, gevolgd. Yes, Pieter van Langveld, nummer 13. Talent B-Mix Team, voorop, op de eerste plek.
nummertje 15. Rick Timmermans op de tweede plek. En dan zien wij op de derde plek een van onze dames 62. En dat is Jara Maandoms. En de vierde is 256. Carlos van Hees van de Rijhuis uit Tiel. En deze eerste vier mogen zich straks melden bij de finale. Maar dat wordt nog close. Dat wordt close finish, dat durf ik niet te zeggen. Door naar de finale is deze eerste vier. 226 komt er aan. Op de kop, op dit moment. 283 is gekutsen. Ja, 283. Zo moet je even zeggen, voor de wiel. Gevolgd door 241. Wie kan op de wiel? Dan zien we 56 Rick Wippers op de derde plek. En wie gaat meedoen voor de vierde plek? En dus op mee naar de finale. Dat is op dit moment. Er wordt nog even gestoemd daar tussen Mike van Kooij en Mitchell Smits van 3 en 4. Ook hier de eerste keer die finale. Dan hebben we Kees 20 tot en 30 in het we zien komen, 26. Koen van der Wijs, van Schatwagon. Het is een verwoede strijd daar tussen Mike van Hassel. En nummertje 27 was dat Henk Heertens. Nu maar op dit moment 2, Henk nummer 3. De vierde, we zien op de rug. Ik ben nou even Henk vandaag. De voorlaatste. Die mag mee. De rode slot, deze eerste. Dan zitten we inmiddels weer bij de dames. We zien komen nummertje 12, Ellen Jantos. De voorkomen op, gevolgd door de Marijn. Nummertje 8, dat is Anne-Marijn Mulman op de tweede plek. Sony Vissers op de derde plek en wie is het voor hier bij de dames? Ja, sorry. 101, nummertje 71, sorry, goed gehad. Maar voor de vierde plek is de eerste keer dat is. Dan komt haar zus Segoia van Hees op de derde plek. En volgens mij Jeanne en Rebea die meegaan voor de vierde plaats. Ja, inderdaad. Deze eerste vier dames mogen zich straks melden bij de finale. En de meeste gas gegeven hier wordt snel te weg en kan het volhouden. We zien op de kop op dit moment 169. Clem van der Weyden voorop. Gevolgd door. Dan moet je één in de blauwe tenue, dus Harry Laatrijzen. Dan zien we als nummertje 3 op dit moment. Dat is 88 en nummer 4 wordt 22. Dat is 88, dat is Harm van Brussel. En 22 is Ian Vriends aan zijn man uit Kerkelen van de Control. En dan zien we de laatste halve finale aan de gang. En wat gaat het van het leven? Twee heren van hetzelfde team voorop, van het Talent BMX team. En wie is de zesde? Op dit moment 371, dat is Jim Klaassen. En 145, Grens van Handel, nummer 2. Wie gaat daarmee als 3 en 4? Er wordt nog even geknopt tussen die heren. Op dit moment is 3 toch voor 6. Dat is Tom van de Makers.